Alle mensen zullen gelukkig kennen naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP van Amor. En vandaag ga ik weer op pad met de Belgische politie. Jullie vragen en ik draai, of hoe is die uitdrukking? Nee, dat klopt niet helemaal, want jullie hebben al... Zo dan. Dat is niet goed. Ja, om meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb er één Belgisch voertuig in staan. De rest is allemaal Nederlands. Dus... En die rent er gewoon vandoor, je. Hey, oh shit. Oké, dit is niet goed. Want die gaat vinken. Meneer, kom maar even hier. Jezus, mond houden. Hey, what's up, homie? Nee, ik wil hem niet. Kom eens hier. Wat is dat voor geluid? Omdraaien en mijn aanrijden. Artikel 5 gewoon. Aanhouding op basis van artikel 5. Ja, dat is in België natuurlijk niet, maar we gaan... ja, de video begint een beetje heel raar. Ik ben nog steeds ziek, voor de mensen die het in mijn vorige video gehoord hadden. Maar goed, we gaan even uitleggen hoe en wat. We gaan beginnen met de intro hier dus. Een soort van, deze meneer is aangehouden en daar ga ik een transportje voor vragen. Maar goed, ik heb dus één Belgisch voertuig erin staan. Met één Belgisch uniform en de rest is allemaal nog gewoon Nederlands. Dat ga ik ook echt niet aanpassen. Dit is ook een add-on voertuig, dus die heb ik er als police 7 in toegevoegd. En dat wil dus zeggen dat ik ook geen stoptekens hier mee kan geven. Nou, dat gaan we oplossen. Daarbij zijn de sirenes wel aangepast. En that's it. Ik heb een Glock. Hallo. Dus die hebben we ook gewoon. En ik pak nog even een taser. Zo, want die hebben ze ook. Fucker. Commentaar en zo, dat hoef ik niet. Of ja, dat mag altijd. Maar daar ga ik toch niet mee doen. Ik heb dus gewoon één voertuig, één uniform, wat wapens, sirenes, that's it. Klopt niet helemaal, maar we doen het hiermee. Voor de rest, wat wil ik nog zeggen? Weet ik niet meer. Dit voertuig kwam mij dus tegemoet gereden, reed over de stoep, reed iemand aan. Hij stapt uit, hij rent weg en hij... ja, hij rende weg omdat zijn voertuig in de fik stond, dat snap ik wel. En we gaan verder. Het voertuig is gemaakt door High Performance Modding samen met NNN Modding, meen ik. En het voertuig is nog steeds niet te krijgen, zoals ik in mijn vorige video's ook al zei over dit voertuig. Uniformen zijn gemaakt door BE Mods V of zoiets. Heb ik op GTA 5 mods gevonden, linkje in de beschrijving. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagen. We've got a possible burglary, a silent alarm trigger at 3548 Milton Road. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Prio 2 boeit me niks, in België is dat gewoon met spoed. Nee, ik zou het ook echt allemaal niet meer weten hoe het zit met meldkamer. Bravo 1 is dat geloof ik, maar dat was per elke regio anders. Dus we zeggen gewoon meldkamer vandaag. De regels hadden me toen in verdiept, maar nu echt niet meer. Staat hier een zombie? Dat is niet mooi, maar we krijgen ook een melding. Rijdt u alsjeblieft prio 1. Ik denk dat er iets met een gijzelsituatie aan de hand is. Klinkt niet goed als ik het zo allemaal las. Zet de sirene alvast uit. Ik klinkt net als een brandalarm. Te plaatsen.
bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Ja, dat is een rare situatie. Moet je even met hem praten? Goeiedag. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? ja, een gijzeling. En houdt hem onder schot met een wapen. Hoeveel gegijzeld zijn er? Oké. Wat voor wapen is het? We hebben nog geen informatie erover. Zijn er camera's die we kunnen bekijken? Kunnen we met hem in contact komen? Oké, we kunnen bellen of een of ander... ja. We gaan het bellen. Hallo, wie is het? Hij zegt nee, ik wil niet met je samenwerken, ga weg of hij raakt gewond. Nou, ik wil eigenlijk iedereen levend naar buiten hebben, hoe gaan we dat kunnen doen? Hij wil een hamburger, geloof ik. Burger within the next fight, oh ja. Hoeveel mensen zijn er nog? Ik heb één gegijzeld. En die gaat dood als jij niet zorgt wat ik wil. Niet regelt wat ik wil. Zijn er wapens? Hij heeft een pistool. Oké, we gaan je wat eten regelen. ja, ik weet niet, moet ik weer met hem praten hier ofzo? Wacht. Waar gaat het allemaal over? Wacht even hoor. Oké, we regelen eten, want hij wil een hamburger, dus dat wordt geregeld. Daar komt eten. Ik denk dat hij meteen die kant op gaat. Kan ik dat nou tegen hem zeggen? Oké, het eten wordt gebracht. We wachten even af, hij heeft zijn eten. Hij gaat mij waarschijnlijk nu te woord staan. En dankbaar zijn voor het eten of zo. Hoop ik toch. Let's go, we gaan naar binnen. YOLO. Belgische politie doet dat allemaal. We zijn boven, denk ik. We moeten winnen. Hey, politie, stoppen. Handjes omhoog. Ja, dat is heel goed. Jij moet stoppen met wat je doet. Ja, heel goed. Op uw knietjes zitten. Die is dood. Ja, op de knietjes. Je hebt het aangehouden. Nee, dat ging echt perfect dit. Ben je eigenlijk de gegijzelde of de persoon die... Ik weet het allemaal niet meer. Oké. Eenmaal AT. Maar niet hoe we het wilden. Het officieel wel nog even de rest van de woning kleren. Oké. Ze begon te schieten. Dat is niet goed. Naar buiten. Laten we wel een ambulance deze kant op komen. Hallo, jullie zijn niet meegekomen hè?
Ik weet niet zeker of het nou gewoon de vrouw was die was gegijzeld of die wat heeft. Of die wat de gijzeling deed. Ik neem aan dat zij de gijzeling deed omdat ze schoot. Wat zijn we dat als het wapen af heeft ze het wapen afgepakt en ja. En dan gaan we maar wel weg. Ik vind het geen leuke meldingen. En in dat opzicht vind ik het geen leuke meldingen omdat je zoveel opties hebt en uiteindelijk loopt die altijd wel een beetje vast. En dat kan aan mij liggen. Zo. Of dat ligt toch aan de mod. Maar ik vind het niet leuk. Dus wij gaan door en we gaan eens kijken of we nog een melding kunnen aannemen. Citizens reporting, vehicles racing in Pillbox Hill. Bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We have a domestic disturbance in Rancho. Rijdt u alsjeblieft Prio 2. Het is weer hetzelfde type melding denk ik, niet een gijzeling of zo, maar met dat spreekmenu, dat is gewoon van een call-out pack denk ik. Ik zie nu alweer iets met interaction. Interaction menu. Dus nu geloof ik een ruzie tussen de eigenaar van een woning en een persoon die een woning huurt of zo, zoiets. Ik zou even naar de achterkant moeten zijn. Ja, hier is het. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Officers on scene. Een meisje, hoe je dag schotelt samen. Ik praat dus nu met de eigenaar van dit complex. Oké, ik wil hier zeg maar even tussendoor komen. Ik ga jou eens even wegduwen en niet omdat ik ze uit elkaar wil hebben, maar ik wil even met hem praten. Even rustig aan, wat is er aan de hand? Oké, deze meneer hier. Die heeft een... Wacht even. Die heeft dus een reparatie aangevraagd. Deze meneer heeft dat laten doen of heeft dat zelf gedaan. En hij vindt dat dat niet goed is gedaan. Hij zegt hij werd helemaal boos via de telefoon. Dus ik ben even hier naartoe gekomen om het verder te bespreken. Ik vraag even. Waarom heb je de politie voor gebeld? Hij zegt dit is een serieuze zaak. Dat heb ik. Nou, ik ga nog eens kijken of ik met hem kan praten. Met hem kan niet meer praten. Je moet wel even wat bewijzen bij elkaar gaan verzamelen. Wil je laten zien dat het ook echt... Ja, weet je... Als hij wilt dat hier een zaak van wordt gemaakt, dan moet hij bewijzen verzamelen. En dan moet hij dat via een advocaat of zo regelen. Hey, maar je stopt dus even met bedreigen, dat gaan we sowieso doen. Dan wil je jou even een tijdsbewijs. Ik kan niemand vragen om het gebied te verlaten. Het lijkt me wel beter als deze meneer hier. Ja, maar ik moest ook met de andere meneer. Daarom zei ik jou net dat even weggaan. Zodat ik met de goeie kan praten. Deze meneer hier. Ik ga maar even gewoon. Hey.
Doe dat even kalm. Deze meneer gaat het gebied verlaten. Jij gaat niet op hem afrennen. En hij gaat gewoon met vervolg. En ik heb ze beiden gezegd van regel het maar via een... Nee, grap. Je gaat hem niet achterna rennen. Je gaat nu gewoon ophouden. Ja, weet je wat? Ik ben niet helemaal klaar met het vermelden. Als je wilt, doe je maar gewoon via zo'n advocaat of zo regelen. En dan gaat iedereen met wettelijke eisen of zo, wettelijke dingen, zeg maar, ga je maar gewoon regelen tot dit wordt geregeld. Weet ik veel hoe. Dat is geen politiezaak. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd, daar komt het op neer. We've got a suspicious person on a New Empire Way. Daar moeten we mee doen en niks anders. Nou, daar zijn we weer, maar we gaan wel de video afsluiten en ik ga jullie even daar wel een verklaring voor geven. Jullie zullen waarschijnlijk het echt een KUT video vinden. En dat snap ik ook wel. Maar daarom even de uitleg. Ik heb dus dit voertuig geplaatst op Police 7. Ik heb het uniform extra ingespannen als kop 4 in plaats van kop 1. Dat zijn dus allemaal add-ons. En ik weet niet of het daarin ligt of dat het ligt aan LSPD van, maar hij crasht continu. En dat vind ik echt niet leuk. En ik word daar echt niet goed van. En ik heb echt moeten knippen en plakken tijdens deze hele video. Om het zo min mogelijk te laten merken tot die crashen. Maar ik heb denk ik alles bij elkaar misschien wel 10 meldingen gedaan. En tijdens het aannemen van de melding, tijdens het rijden naar de melding of tijdens het aankomen bij de melding crash je die zo vaak dat ik ook gewoon deze hele video verdeeld over 3 dagen heb moeten opnemen. Omdat ik gewoon na 3 keer crashen kon ik wel die hele pc kapot slaan. Maar dat gaan we dan natuurlijk niet doen. Dus voor in de toekomst wil ik best nog een keer met de Belgische politie opnemen. Maar niet op deze manier. Dus ja, dat ligt dan aan mij. Dus daar ga ik iets anders voor verzinnen. Maar dat houden jullie van mij te goed. In principe houden jullie dat van mij te goed. Ik ga mijn best doen. Ik heb het ook druk. En als ik nu weer iets beloof, dan krijg ik waarschijnlijk over een maand weer. Wanneer komt weer Belgische politie? Ik ben het niet vergeten en ik ga het weer doen. Voor nu, sorry dat de video zo liep. Ik hoop dat ik er toch wat leuks van kan gaan maken. En ik hoop dat jullie toch een beetje ervan hebben genoten. En het voertuig blijft gewoon vet. Alleen, ik heb geen grillflitsers, hè. Wanneer gaan die eigenlijk aan? Die gaan niet aan. Oké, maakt niet uit. Kan ook aan het voertuig liggen. Of, ik bedoel, kan ook aan mij. Gaan ze nu aan? Nou, nu gaan ze aan. Maar ze gaan niet samen aan. Dat is wel jammer. Maakt niet uit. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het zijn, ik heb geloof ik roleplay in de planning staan. Maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Tot dan. Doei.